Op het eerste gezicht lijkt het een alledaags en oer-Hollands tafereel. Mensen op weg langs een gracht met bomen. Het zou Amsterdam kunnen zijn. Ware het niet dat er met die bomen iets geks aan de hand is, je ziet alleen de kruinen. Ze staan namelijk niet gewoon langs de straat, maar een verdieping lager. Die lage kades met de kelders beneden en de stadskastelen erboven. We zijn onmiskenbaar in Utrecht. Utrecht ligt letterlijk in het hart van Nederland. Met Amsterdam, Haarlem en Amersfoort maakt de stad deel uit van de noordvleugel van de Randstad. In de hele agglomeratie, de stad met de 8 buurtgemeenten samen, wonen zo'n 500.000 mensen. Verspreid over de oude en nieuwe Utrechtse wijken wonen er 230.000. En daarmee is het de 4e stad van Nederland. Utrecht is het centrale verkeersknooppunt waar de autosnelwegen van noord naar zuid en van west naar oost elkaar kruisen. Voor de Randstad is Utrecht de poort naar het buitenland. En van oudsher is de stad het spoorwegknooppunt van Nederland. Vanaf de vroege middeleeuwen ontwikkelde Utrecht zich tot een centrum van kennis en cultuur. En bleef dat tot op de huidige dag. Het was vanouds ook een stad met handel en veel markten, wat onder andere nog te zien is op de Bloemenmarkt op het Janskerkhof en de Lapjesmarkt in de Breedstraat. Veel van de rijkdom van weleer is terug te vinden aan de oude gracht, in de werfkelders, de statige huizen, het monumentale stadhuis en de talrijke kerken. De huidige bloei van Utrecht wordt vooral weerspiegeld door de glazen wanden van kapitale bankgebouwen en zo komt het uitdrukking in het gigantische jaarbeursgebouwcomplex. Sinds de oprichting in 1916 is de jaarbeurs prominent in Utrecht aanwezig. Het complex, dat op loopafstand ligt van het station, telt tegenwoordig 12 multifunctionele hallen en 52 congres- en conferentiezalen. Niettemin zijn de uitbreidingsplannen legio. Utrecht vaart er ondertussen wel bij. Jaarlijks worden er in de jaarbeurs tientallen beurzen gehouden. De jaarbeurs is in 1916 opgericht. En het was eigenlijk een experiment. Men wist niet goed hoe dat zou uitpakken. En daarom waren er ook in het begin geen vaste gebouwen. Men had een soort houten keten, die je eigenlijk het beste kunt vergelijken met vakantiehuisjes. En die werden in rijen op pleinen, bijvoorbeeld het bekende plein, het Vredenburg in Utrecht, maar ook op andere pleinen in de stad en straten, de Maliebaan, het Janskerkhof, neergezet. En in principe waren het algemene beurzen en die beurzen werden 1 keer per jaar gehouden in het begin en daarna 2 keer per jaar. En vervolgens, na de oorlog, zie je dat er een splitsing komt. Dat vanaf het begin van de jaren 50 worden er dan vakbeurzen gehouden. Dat zijn beurzen die specifiek op een bepaalde branche gericht zijn. Bijvoorbeeld de meubelbeurs of later bijvoorbeeld de Technische of andere beurzen. Op een zandbult in het drassig stroomgebied van de Rijn streken de Romeinen in 47 na Christus neer. Op deze plek, rond de Dom, in het hart van de stad, is Utrecht ontstaan toen de Romeinen hier in de eerste eeuw een grensversterking bouwden. Overblijfselen van dat castellum zijn gevonden rond de Dom. In de 7e eeuw stichtte Willibrord de Sint-Salvatorkerk en herbouwde hij de Sint-Maartenskerk. 400 jaar later liet bisschop Bernold een kerkenkruis rondom de Dom bouwen. En zo ontstonden de Janskerk, de Pieterskerk, de Paulusabdij. En de Mariakerk.
Het waren drie kapittelkerken en een kloosterkerk alleen bestemd voor de geestelijkheid. Voor de leken werden vier parochiekerken gebouwd. De buurkerk, de Nicolaikerk, de Jacobikerk en de Geertekerk. In 1254 werd een begin gemaakt met de bouw van de huidige dom. Zo was Utrecht een ware kerkenstad geworden. Het geestelijk leven heeft de stad naast veel monumenten ook veel verhalen nagelaten. Leerling Steenhouwer kwam bij zijn leermeester en zei: meester, ik kan die boel daar niet goed aan elkaar krijgen. En het was een leerling die toch altijd bij voortduring kwam zeuren. Dus de leermeester antwoordde kribbig terug: nou, dan bind je er maar een touw omheen. En aan het eind van de dag kwam hij het werk inspecteren van zijn leerlingen en zag tot zijn starre verbijstering dat de leerling inderdaad een touw eromheen gemaakt had. Opmerkelijk aan de dom is dat de toren losstaat van de kerk. Ertussenin ligt het Domplein. Het is eigenlijk helemaal geen plein, maar meer een open gewaaid gat. In de middeleeuwen stonden hier twee kerken. We staan nu op de plaats van de Sint-Salvatorkerk. En er is dus helemaal niets meer te zien behalve in het plaveisel. En daar stond de complete dom met toren en kerk. En op 1 augustus 1674, des avonds om 19:30, is daar met groot geweld het hele middenstuk uitgeblazen. En op die manier is hier een open ruimte ontstaan, die we dan nu met een wijdswoord Domplein noemen, maar nogmaals niet veel anders is dan een open gewaaid gat, waar het ook altijd zomer of winter hard waait. Eeuwenlang waren de bisschoppen van Utrecht niet alleen de geestelijke, maar ook wereldlijke heersers. Karel V maakte daar een eind aan en voegde Utrecht bij zijn rijk. In 1529 bouwde hij de Vredenburg. Op die plaats staat nu het gelijknamige muziekcentrum. Het oude klooster van de Johannieters, het Catharijnenconvent, herbergt nu een museum gewijd aan de geschiedenis van het christendom in Nederland. En de buurkerk biedt tegenwoordig onderdak aan het museum van speelklok tot pierement. Verkeren, want in deze frivoliteiten herinnert niets aan de extreme ascese die zuster Bertken hier bijna een mensenleven lang in praktijk heeft gebracht. Ze was de eerste in een reeks opmerkelijke vrouwen uit de Utrechtse geschiedenis. Hier op deze plaats leefde zuster Bertken in de 15e eeuw. Zij was een onechte dochter, een buitenechtelijke dochter van een hoge geestelijke van de Pieterskerk. En om zichzelf te reinigen en om boete te doen, liet zij zich hier inmetselen in een hokje tegen de buurkerk aan. Ze schreef vrome gedichten en verder bracht haar tijd door met het geven van raad aan de bevolking, omdat ze zo wijs en vroom was. Dit is het beeldje van Katrijn van Leemput. Zij was een vrouw die hier in Utrecht leefde in de 16e eeuw. En ze is vooral bekend geworden omdat ze het initiatief nam tot de afbraak van het kasteel Vredenburg. Het was het kasteel van de Spanjaarden, een gehate dwangburcht, die dus moest worden afgebroken. En daardoor werd ze een echte stadsheldin en wordt ze ook wel beschouwd als de eerste Utrechtse feministe. Hier woonde in de 17e eeuw Anne-Marie van Schuurman, die vooral bekend was omdat ze als eerste vrouw aan de Universiteit van Utrecht studeerde. Maar ze had daar toen een speciaal verzoekschrift ingediend met allerlei argumenten waarom vrouwen wel konden studeren. Wat eerst werd afgewezen omdat men zei dat vrouwen alleen maar dom waren en alleen maar hoefden te trouwen en kinderen te krijgen. Maar later is ze toch toegelaten en moesten wel achter een gordijntje met kijkgaatjes daarin de colleges volgen. Hier woonde en werkte Catharina van Rennes. Ze is beroemd geworden omdat ze componiste was, Utrechtse componiste en zangpedagoge. Vooral omdat ze van die vooruitstrevende lesmethode had. Ze liet namelijk kinderen zelf ook liedjes schrijven en die bundelden ze dan in een boekje.
Vooral is ze eigenlijk bekend geworden om bepaalde kleuterliedjes die ze heeft geschreven. Onder andere Drie kleine kleutertjes. Buiten de muren oefende Utrecht vroeger zijn invloed uit op het platteland. In de 19e eeuw werd hier onder andere de Hollandse Waterlinie aangelegd. In de middeleeuwen beleefde Utrecht een eerste periode van grote rijkdom. Aan de Oude Gracht bouwden welvarende handelslui huizen als kastelen. Stadskasteel Oudaan deed later dienst als oude mannen- en vrouwenhuis en is tegenwoordig een stijlvol café. Midden vorige eeuw zat de oude stad chockvol en begon Utrecht buiten zijn middeleeuwse grenzen te groeien. Ook in de moderne tijd wisten de architecten de stad te verfraaien met soms opzienbarende gebouwen. En niet alleen van de wereldberoemde Rietveld. Zo bouwde Crouwel zijn hoofdpostkantoor in de stijl van de Amsterdamse school. En Dudok, de stadsschouwburg in zijn eigen barokke zakelijkheid. Een groter contrast met Huis de Waal van Ton Alberts is nauwelijks denkbaar. Utrecht heeft zich ontwikkeld tot een centrum voor banken, verzekeringsmaatschappijen en informatica. Kantoren zijn er dus volop. In de binnenstad, aan de Malibaan, aan de rand van de stad en in de omgeving van het station. In 1867 verkocht schipper Sjoerd Hooghiemstra zijn boot en begon op deze plek een handel in veevoer. In 1912 had de NV Utrechtse Voeragehandel en Voederkoekenfabriek 200 man in dienst. In dat jaar ontwierp architect M.E. Muller dit gebouw. Een 20e eeuwse versie van een Utrechts stadskasteel, wellicht? Inmiddels heeft het gebouw een nieuwe bestemming gekregen als bedrijvencentrum. Een van de voordelen van zo'n verzamelgebouw is dat de startende ondernemers gemakkelijk de weg naar onderlinge samenwerking vinden. Aan de rand van de stad ligt het universiteitsgebied De Uithof. Hier is een aantal faculteiten geconcentreerd die vroeger in gebouwen over de stad waren verspreid. Een van die faculteiten is die van diergeneeskunde waar, zoals hier, veel praktisch werk wordt verricht. Sinds de vroege middeleeuwen is Utrecht een kenniscentrum. De Utrechtse Universiteit, die is opgericht in 1636, is de grootste van Nederland. Daarnaast zijn er verschillende hbo-opleidingen. Met 40.000 studenten is Utrecht een echte studentenstad. Veel van die studenten wonen in karakteristieke oude wijken zoals Lombok. Utrecht wordt op verschillende manieren gewerkt aan de vernieuwing van de stad. En om diverse redenen. In de jaren 60 werd de oude stationswijk gesloopt om plaats te maken voor het grootste winkelcentrum van Nederland, Hoog Catharijne, met jaarlijks 27 miljoen passanten. Toen heel modern, inmiddels ervaren als een barrière midden in de stad. Vandaar dat de plannen klaar liggen om het gebied rond het station weer in de stad op te nemen, het Utrecht City Project. Ondertussen wordt er ook per wijk gewerkt aan de vernieuwing van de stad. Daar werken buurtbewoners en gemeentelijke wijkbureaus samen aan vernieuwing en beheer van de woonomgeving om het karakter van de wijk zoveel mogelijk te behouden. Buug Achterberg is zo'n buurtbewoner. Ja, god, het gebiedje heeft natuurlijk een hele verandering doorstaan. Wij hadden vroeger hier eigenlijk meer een winkelstraatfunctie. Maar nadat Overvecht verschenen is, is die functie ineens opgeheven. Vroeger kwamen alle mensen van de omliggende stad, dorpjes, van Maartensdijk, Groenekan, Westbroek, 18 over, kwamen allemaal eigenlijk via de Rode Brug of Lauwerecht richting stad. Nou, die nieuwbouw, dat is eigenlijk ontstaan nadat we op het allerlaatst toch eigenlijk wat oude pijntjes niet hebben weten te redden, te handhaven. Die waren dermate slecht dat renovatie was geen haalbare zaak meer. Dus zijn we met, daarin is dit buurtje ook vrij uniek, hebben we een nieuwbouw weten te ontwikkelen waarvan de huidige bewoners al meegesproken hebben in het ontwikkelen van dat nieuwbouwplan. Daarbij hebben we ook bereikt dat hier het Zwarte Watertje gerestaureerd is natuurlijk, het bruggetje. Dat geeft dit geheel hier een leuker aanzien door zijn groen.
En ja, god, een watertje, dat geeft toch wel een bepaald ja, een stukje dorp in de stad eigenlijk. Hè? Niet zo ver hier vandaan, deze straat uitlopend, komen we bij het Centraal Museum. Een van de grote musea in deze stad. In Utrecht is ook het Spoorwegmuseum gevestigd. Opvallend in het culturele aanbod van Utrecht zijn de jaarlijks terugkerende manifestaties als de Nederlandse Filmdagen, Springdance, de Nacht van de Poëzie en het Holland Festival Oude Muziek. Theater en muziek binnen of gewoon buiten op straat, zoals tijdens het Festival Theater aan de Werf. Topolino is een voorstelling waarvoor wij voor het festival 1990 een opdracht hebben gegeven aan een aantal straattheatermakers waar wij enthousiast over waren. En we hebben ze toen gevraagd, loop in Utrecht rond en maak voor een plaats die jullie aanspreekt een theatervoorstelling. Wat wij bijvoorbeeld met dat festival doen, is proberen kunstenaars naar Utrecht te halen die je daar normaal niet zozeer tegenkomt. Ook vragen aan die kunstenaars om hier te werken. Er wordt hier gerepeteerd aan voorstellingen. Wij vinden het heel belangrijk, juist om ook dat theater, en overigens houden we ons ook met muziek en beeld en kunst bezig, om dat op plekken neer te zetten waar mensen het eigenlijk normaal niet verwachten. Dus we zitten op heel veel verschillende plaatsen, leegstaande gebouwen, een leegstaande drukkerij, ook in de open lucht, zitten we in die stad. Ik denk dat dat een van de belangrijkste functies van het festival is. In het gebouw voor kunsten en wetenschappen is tegenwoordig het Utrechts Conservatorium gehuisvest. Het is gebouwd op de plek waar ooit de Mariakerk heeft gestaan. Sinds het inwijdingsconcert in 1847 hebben hier beroemdheden gespeeld als Robert en Clara Schumann en Johannes Brahms, die bij die gelegenheid verklaarde eigenlijk alleen nog in Utrecht te willen musiceren. Sedertdien heeft het Utrechtse muziekleven tal van grote namen gekend. In 1988 werd het gebouw door brand verwoest. Een ramp waarbij niet alleen het schitterende interieur, maar ook tal van instrumenten verloren gingen. Inmiddels is kunst en wetenschappen hersteld, waarbij men erin is geslaagd de glorie van het verleden te combineren met de behoeften van onze tijd. Utrecht is een stad met een sterk verankerd muziekleven. Mede daardoor kon hier het unieke festival Oude Muziek van de grond komen. Wat bepaalt de sfeer van de stad? Uiteindelijk toch de dagelijkse gang van zaken, op de markt, op straat. Met daarin soms even een ongerijmdheid. Kortom, het stadsleven van alle dag. Met de mensen op en langs de smalle kades of gewoon de rust van de oude grachten.